Het leger des Heils heeft vanaf 1 november overdag de deuren van meer dan 100 buurthuiskamers geopend. Dit doen ze om mensen te helpen die willen besparen op hun energiekosten. We zijn de actie gestart met warme kamers, omdat veel mensen de verwarming heel erg laag hebben staan. Dan zit je heel de dag in de kou. Nou, dat is vervelend. En het is ook gewoon eenzaam. De stijgende energierekening en de stijgende algemene kosten is heel erg vaak gesprek van de dag. Dus mensen moeten dingen laten, mensen moeten de verwarming lager zetten of moeten truien kopen of zitten vaker onder dekentjes. Maar we zien ook vaker mensen die gewoon niet zoveel te besteden hebben. En dat merk je vooral hier bij de kassa, dat ze 2 truitjes willen kopen. En dat kost eigenlijk niet zoveel geld misschien, maar ze er toch niet allebei kunnen betalen. Dus zit hem in de kleine dingen, maar dat is wat we terugzien. Er waren best veel bezoekers in de huiskamer, maar die wilden helaas niet op camera. Gelukkig wilden de vrijwilligers, die als gastheren en gastvrouwen optreden, dat wel. Nu is het zo dat deze huiskamer ook open is voor mensen die moeite hebben met de energierekening te betalen. Wat merk jij daarvan? Nou kijk, weet je wat het is? Als mensen last hebben van in het algemeen financiële problemen, dat is niet iets wat mensen graag aan de grote klok hangen. Maar ik weet dat veel mensen dus thuis de verwarming uit laten staan. En dan iets vaker hier zitten. Ja, dus het is ook fijn dat de mensen die de verwarming thuis moeten laten uitstaan, weten dat ze hier welkom zijn. Ja. We zijn minstens 5 dagen per week open, maandag tot en met vrijdag. Dus. En de energiekosten thuis, hoe gaat het daarmee? Wat bedoelt u? Nou, de rekening voor de verwarming en elektriciteit. Dat valt mee. Ja? Heeft u niet zo'n grote verhoging gekregen? Nee, 110. Vind ik best veel geld. Ja, dat is ook, maar ja, kun je niks aan doen, hè? Nee, maar lukt het om dat nog allemaal te betalen? Ja, wel. Oké, dat is fijn om te horen. Maar... Bij ons zijn we nu 5 dagen per week geopend. Dus ja, dat is wel echt heel erg fijn en bijzonder. En de koffie en thee is dus gratis. En we hebben er ook nog een koekje bij. Dus het is gewoon heel erg fijn om hier over de drempel te stappen. En we hebben de krant, je kan een puzzel maken. Dus en als je niet wil kletsen, ga je op de bank zitten. Dus zeg maar, je hoeft niks, maar je bent vooral heel erg welkom om het niet alleen te doen.